hier heel graag jou willen ontvangen op het plein. We hadden je heel graag willen zien dansen in een van de kastjes met de interactieve dansvloeren om de temperatuur hier omlaag te brengen in het glazen huis. Maar dat zit er helaas niet meer in. Wat gaat dat concreet betekenen voor de actie? Kijk, we hadden natuurlijk, ik hoorde het je net ook al zeggen, we hebben die kastjes buiten staan op het plein met die dansvloeren erin. Ja, er staat niemand te dansen. Het wordt hier bloed en bloed heet, man. En als we dan geen publiek meer mogen ontvangen, dan mogen jullie zelf de temperatuur in het huis zien te reguleren. Oh god. Dus ik zou zeggen, Sander, doe je dansslippers maar aan. En dan is het aan jou en aan Jorien en Rob en Frank en ook aan jullie gasten. Oh nee. Om zoveel mogelijk die dansvloer te gebruiken. Dus, Goedemorgen jongens. Hey. Zijn jullie er klaar voor daar in Utrecht? Ja. En jullie gaan dus rennen naar Amersfoort. En meer dan 8000 euro nu al opgehaald. Nou, Sander die gaat ook tegelijk met jullie starten. Ik ga nu aftellen. 3, 2, 1. Hyperventilatie, ik hyperventileer. Jij zegt dat jij het ook ziet. Ik weet het echt niet meer. Oh. We hebben visite. Wie is het? Hallo, hallo. Hallo, ik ben het, Wijnand. Oh, Wijnand. Nou, is het misschien een beetje onbeleefd om meteen met die deur in huis te vallen, maar ben je alleen? Nou, kijk eens even om je heen. Waar is Alfie? Die heb ik niet meegenomen. Jeetje. Ik heb goed nieuws. Er is een link waar je naartoe kunt gaan. Ah, lul niet. Ja, serieus. 3fm.nl/Alfie. En als er maar veel genoeg geld binnenkomt, dan neem ik hem mee deze. Ja jongens, wij zijn in de bossen op de laatste kilometers. Hebben we een kleine verrassing voor Sander Hogedoorn. Ik weet niet of je aan het kijken is, Sander. Je vader! Oh, oh, oh. Nou, hè? Hey, jongen. Ja, en ik vanuit Delft lopen, hè? Ja. Gaat je vader nou weer weg? Ja, weet ik veel. Kom nou! Pa, doe nou eens gewoon wat er van je gevraagd wordt. Oh, hij komt aanrennen. Hij doet alsof hij aankomt rennen. Wat hij is met de auto hier naartoe gekomen. Wat een acteur. Wat een acteur. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat het eindbedrag is van jullie halve marathon van Utrecht naar Amersfoort. 8.452 €. Wow! Lekker! Ik vind dat echt tof, want ik loop daar nog niet zo heel lang hard. Echt een week of 4. En ik nou ook door deze actie, ik voel me daar zo welkom of zo. Ja. Ik vind het echt zo tof wat jullie gedaan hebben met z'n allen. En ook dat jullie mijn pa dan weer erbij hebben en mijn meisje en zo. Dus, nou, hoog je. Ja, dat vind ik zo vet. Krijg je het even te kwaad? Ja, ik ben kapot, man. Dan nu de eerste tussenstand. Oh, dit is de achterkant. Dit is de televisie. Ik zie een 8. Ik zie er niet als een 3. Ik zie een 2. Ik zie een 7. Holy shit! Het is 358.723 euro! Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niets om handen. En een tijdje terug lag ik nog te janken. Ik verander met een klop. Jullie kennen er ook. Eva Koreman. Ja, wij zitten op je voicemail omdat jij een plaatje hebt aangevraagd voor 3FM Serious Request. Hallo. Zo'n spons op een aan de stok, zo heet zo'n ding. Zo'n een afwasborstel. Afwasborstel? Ja, god. Een spons op een stok. In de studio René Karst. Je kent hem misschien van... La 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 la. Hartje voor de sfeer, hartje voor de sfeer. Ik zie Juri nu... Ik heb de boom. Een gat graven en zet de boom erin. Corona.